Oké, goedemorgen iedereen. Ik heb een volledige presentatie voor jullie voorbereid. Misschien eentje die je al wel eerder hebt gezien van mijzelf voor Q4 in dat geval. En hoe je dus winstgevende producten kan vinden. En dat ga ik vandaag weer met je doornemen. Nou, allerbelangrijkste in e-commerce natuurlijk. Het vinden van je winstgevende product. En ik ga je precies uitleggen hoe je dat kan doen zonder ook maar 1 euro uit te geven aan Spy Tools. Aantal tools die wij gebruiken in de bewezen product research methode is de Ecom Elite Product Index. Die 9 criteria ga ik zo meteen helemaal met je doornemen en uitleggen hoe jij deze voor jezelf kan gaan gebruiken. Aantal andere platformen die ik ook gebruik en eigenlijk al jaren gebruik. En ja, mijn strategie verandert eigenlijk nauwelijks jaar in jaar uit. Goedemorgen. Dus vandaar, het is niet dat je elk jaar nieuwe strategieën van mij gaat zien, et cetera. Alleen dit soort dingen hebben voor mij gewerkt de afgelopen 5 jaar. Tuurlijk verandert er hier en daar wat met Facebook ads of TikTok ads. Maar de grote lijnen van marketing en dropshipping blijven vaak hetzelfde. En daarin kan je dus ook Google Trends gebruiken, Amazon en Bol. Je kan ook AliExpress gebruiken, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Facebook Ads Library. En eigenlijk alles erop en eraan wat een gratis tool is. Je kan competitors makkelijk vinden tegenwoordig. Dus ja, daar hoef je echt geen betaalde tools zoals AdSpy of dropship.io voor te gaan gebruiken in dat geval. Als het goed is, ben ik wel verstaanbaar. Als je me niet kan horen, moet je misschien even erin en eruit gaan. Dat gebeurt wel eens vaker. Dus als het goed is, als jullie even kunnen laten weten of jullie me überhaupt kunnen horen, dat is wel het geval, denk ik. Anders ga ik verder. Ja, top man. Even kijken. Hij moet gewoon die audio. Ja, precies. Oké, gaan we door naar die productindex. Ja, dit zijn eigenlijk 9 criteria die ik eigenlijk de afgelopen 4 jaar al gebruik voor het vinden van winstgevende producten. En eigenlijk altijd als ik een nieuw product zie, dan kijk ik naar deze 9 criteria. En dan wil ik minimaal dat hij aan 3 van deze 9 criteria gaat voldoen. Er is 1 uitzondering op de regel dat hij aan 2 van de 9 criteria kan voldoen als die extreem uniek is. Of een wow-effect heeft, bijvoorbeeld van een product. Ik ga even kort die 9 criteria met je doornemen en hoe je die zelf kan terugzien in het product. Nou, je hebt een aantal producten die bijvoorbeeld het zelfvertrouwen van mannen of vrouwen kunnen verbeteren. Dus dat het leven gemakkelijker wordt of dat ze beter in hun vel kunnen zitten. En het verbeteren van gemak, dat dingen makkelijker gemaakt worden voor een ander. Ja, daar willen mensen in principe voor betalen. Dus dat zijn altijd criteria waar ik naar kijk en marketing angles die je kan toepassen voor je product. Oké. Nou, zoals je ziet is deze factor heel belangrijk, een probleemoplossend product of eentje die een behoefte vult. Dat is een hele belangrijke samen met het wow-effect. Zijn eigenlijk de 2 belangrijkste factoren waar ik eigenlijk naar kijk. Waar je dus ja, winstgevende producten mee kan vinden. We hebben nog een aantal 2 andere die eigenlijk een beetje hetzelfde zijn. Het besparen van tijd en het besparen van geld. Als je tijd kan besparen, bespaar je in principe ook geld. Maar als je geld kan besparen door een product te kopen, dan zijn mensen daar ja, ook tot toe bereid om daar een aankoop voor te doen. Nou, extreem uniek hebben we net even benoemd. Dus echt dingen die niet zomaar in fysieke winkels liggen. En echt een unieke factor hebben. Dus dat je ze de eerste keer ziet en denkt van wow, dit is echt een extreem uniek product. Gaan we door naar het volgende, het verbeteren van kwaliteit van leven. Dus ja, als mensen een betere leven krijgen of een betere levensbehoefte door het gebruik van jouw product, dan zijn ze daar bereid geld voor te betalen. En de andere is een vrouwendominant product. Eerlijk gezegd, 8 van de 10 producten die ik verkoop voor mijn eigen Shopify store en die mijn studenten verkopen, zijn vrouwen gerelateerd. Ook onder andere kleding en beauty producten. Maar ik zal altijd kijken van hey, niet alleen puur op die vrouwendominante markt, maar er zijn ook genoeg andere markten zoals speelgoed, huis en tuin, die wat algemener groter zijn. Dus daar focus ik op. Plus de hoge geschatte waarde. Ik vermijd eigenlijk plastic gerelateerde producten of kleine dingetjes, omdat ik liever een iets higher ticket, om het zo maar te zeggen, 50, 60 of 70 euro product verkoop dan eentje van 20. De eentje van 20 is heel lastig om die nog winstgevend te krijgen. En ja, hou deze presentatie ook zeker bij als je weer research gaat doen. Ik ga deze ook na deze call delen in de chat en in de Facebookgroepen waar jullie ook als het goed is allemaal in zitten. En dan gaan we gelijk door naar het volgende. Dus je hebt momenteel een product gevonden. Maakt niet eens uit waar je hem vindt, maar het gaat veel meer om de criteria die je hier ziet, waardoor je dus een product kan selecteren. Nou, ga je door naar Google Trends. Daar hebben we dus een 3-punt verificatie voor. En daar kan je dus een lijn maken. Stel je voor je adverteert in Nederland. Dan zou ik het land op Nederland zetten.
op de afgelopen 90 dagen en Google zoeken. Eerst gebruikte ik altijd Google Shopping, alleen die was heel inconsistent en die verandert heel erg. Dus ik kijk nu puur gewoon naar het zoekvolume momenteel. En daarin heb ik een driepunt verificatie dat de grafiek en de lijn dat die momenteel boven de 35 moet zijn. Nou, zoals je hier ziet, komt die niet eens één keer onder de 50 en is het dus fashion, gewoon een trendingmarkt in de afgelopen 90 dagen. Nou, dit is een redelijk oude grafiek van 2022, maar als ik deze zou updaten naar 2023, dan zal je nog steeds zien dat fashion gewoon een markt is waar veel in gekocht wordt en ja, je daar dus producten in kan verkopen. Dus je hebt een product gevonden en je kijkt naar een zo breed mogelijke niche waarin dat product zich bevindt. En dan kan je kijken van, hey, zijn er daadwerkelijk wel kopers in de afgelopen 90 dagen? Want je wilt niet verkopen in een markt, ja, waarin weinig kopers zijn, of in ieder geval een dalende trend is, waar minder mensen naar zoeken en minder mensen behoefte aan hebben. Nou, volgende criteria waar ik heel erg naar kijk is boven de 50 en minstens 50% van de tijd of de helft van de tijd. Nou, zoals ik net ook heb besproken, raak je misschien hier 1, 2 of misschien 3 keer net onder die 50. Dus hoef je niet eens te tellen dat ja, fashion gewoon een trending markt is. En ja, dat daar altijd goede producten in zijn om te kunnen verkopen. Zeker voor vrouwen, maar ook voor mannen. En de grafiek stijgend zijn van begin tot eind. Dat zou in dit geval misschien iets minder zijn, omdat hij hier ongeveer ja, op de 60 staat en richting de 70 eindigt in dat geval. Maar hij is wel lichtelijk stijgend. Maar ja, deze grafiek is zo algeheel stijgend dat je dit gewoon een markt kan zien ja, die altijd trending is. En fashion dus een goede niche is om in te verkopen. Nou, wat je daarna hebt gedaan nadat je je product door de Ecom Elite Product Index hebt gehaald en door Google Trends. Dan zou ik altijd aanraden om je product op te zoeken op Bol en Amazon. Je hebt daar helemaal geen trackers voor nodig als Jungle Scout of Boloo om de omzet te trekken. Maar ik zou gewoon puur trekken van, hey, hoeveel concurrenten staan er überhaupt op Bol van het product dat ik wil verkopen? Dus ja, als er meer producten zijn, dan betekent dus dat er vraag is naar dat product. Ik zou even kort kijken naar de reviews van het product, hoeveel reviews het überhaupt heeft bij topverkopers. En ik zou geen rekening houden met de prijs. Want ja, met je dropship store focus je dus op impuls aankopen. En dat Amazon en Bol goedkoper zullen zijn, dat is 100% zo. Alleen het is gewoon puur de marketingsangle hoe jij iets wil gaan verkopen voor je store. Dus maak je echt geen zorgen dat je meer geld vraagt dan je concurrent. Want je concurrent doet ook een impuls aankoop. Dus hij gaat niet snel vergelijken met Amazon en Bol. 9 van de 10 gevallen. Nou, dan kun je altijd nog even op AliExpress je product weer even terug opzoeken. En dat kan je dus door ja, simpele spelling en grammatica gewoon je product op te zoeken. En je hebt een aantal criteria waar je aan kan houden. En je hoeft niet eens per se alleen op AliExpress te kijken. Het kan letterlijk op elk platform zijn. Of het AliExpress, Alibaba, Temu is, Facebook Ads Library. Het gaat er niet zozeer om waar je het product vindt, maar meer om de criteria waar we ja, net over hebben gesproken. Dus deze criteria in dat geval. Dat vind ik een stuk belangrijker dan waar je een product vandaan haalt. Of hoeveel sales een bepaald product doet bij een bepaalde store. Want ja, het is natuurlijk een goede denkwijze als iemand anders het goed kan verkopen, kan jij het ook. Alleen je moet kijken van, hey, hoe kan ik dat nog beter doen dan diegene om mijn concurrent af te troeven. Oké, nou, dan kan je dus met Hyperskew connecten, bijvoorbeeld een agent. Ik heb ook meerdere agents met wie ik samenwerk, ook met ServicePoints. Onder andere Hyperskew is vanaf 0 orders per dag en ServicePoints als het goed is vanaf 5 orders per dag. Ja, er zijn meerdere agents die je kan gebruiken. Waar ik vaak naar kijk is dus de leeftijd en de prijs in dat geval. Gerda, als het goed is, moet je je audio connecten. Dan kan je hem wel horen als het goed is. In ieder geval kijk je dus even kort naar de beste listing die je kan vinden van jouw product. En hoeveel bestellingen die heeft. Nou, hier zie ik bijvoorbeeld eentje van 26.000 en eentje van 27.000. En hier zelfs eentje van 121.000. Ja, dat vind ik eigenlijk al veel te veel. Dus eigenlijk al meer dan 25.000 zou ik een product al niet meer adverteren zoals deze. Deze en deze. Dat is niet meer interessant, omdat het al veel geadverteerd is door andere dropshippers. Zelfs voor Europese markten in dat geval. En zou ik dat product dus overslaan in dat geval? Nou, je hebt dus een aantal varianten bij dit product. Je ziet hier wel 12 varianten als voorbeeld. En welke variant kies je nou om te gaan verkopen? Ik raad je aan om maximaal 4 varianten te gaan verkopen. En sommige producten hebben natuurlijk maar 1 of 2 varianten. Maar zoals je ziet, dit product heeft meerdere varianten. En hoe los je dat nou op? Nou, je ziet hier dat hij 9000 recensies heeft en een 4,8 beoordeling. Dan ga je even door die recensies heen en dan kun je heel makkelijk zien welke kleur het vaakst gekozen wordt. Of dat de kleur geel is, blauw, roze, paars, etc. En dan kies je de 4 beste kleuren uit, maximaal.
En zo kan je eigenlijk bepalen welke producten, welke varianten van je product je uiteindelijk gaat verkopen in dat geval. Oké. Nou, hoe prijs je uiteindelijk je product? Dus je hebt je product in ieder geval gevonden. En daarin heb je dus een bepaalde prijs. En daarin zou ik zeggen, doe minimaal 2 tot 3 keer de prijs van AliExpress toepassen. En daarin wil je eigenlijk tenminste 20 euro plus winst over. Het is niet zo dat je met AliExpress als leverancier gaat werken. Maar je gaat wel werken met agents die ongeveer dezelfde prijs hebben. Slash een iets lagere prijs, slash een iets hogere prijs dan AliExpress in dat geval. Dus dat is het tweede wat je wil gaan doen. Dus dit product is bijvoorbeeld 3,93 euro. Nou, dan zou ik dit echt voor minimaal 24,95 euro gaan verkopen. En dat is eigenlijk al de minimumgrens waar ik een product op zou verkopen. Dus ik zou kijken als je een product verkoopt, dat je het echt voor minimaal 25 euro wilt gaan verkopen. Zodat je echt die 20 euro plus winst kan overhouden. Dus de prijs van AliExpress inclusief verzending. Oké. Gaan we door naar de allerlaatste stap. En ja, eigenlijk de minst belangrijkste stap. In mijn opinie is kijken of je product op YouTube in het afgelopen jaar het goed doet. Of er genoeg content creators zijn die content maken omtrent jouw product. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld mijn eerste winnende product uit 2019. Is een heel simpel product, een postuurcorrector. Probleemoplossend product voor mensen die last hebben van hun schouders. En daar worden gewoon jaarlijks veel video's over gemaakt. En het is ook gewoon een groot probleem. Dus ik zou kijken naar alle producten die jij zoekt voor je Shopify dropshipping store. Dat die in een grote markt zitten en dat die aan die criteria voldoen, waar we het net over hebben gehad. Deze hele presentatie ga ik ook droppen in de Facebookgroep voor iedereen die aanwezig was. En eigenlijk houden ik en mijn studenten het eigenlijk via een Excel-bestand zoals deze bij. En die zal ik ook delen na onze call. Waarin je dus een aantal dingen kan verwerken. Zoals de productnaam, de niche waarin je product zit, bol revenue, mocht je dat eventueel weten, en age demographics. En hierin kijk ik puur van is het voor vrouwen gerelateerd of mannen gerelateerd? En welke leeftijdsgroep zou ik targeten? Ik zet er ook altijd de Bol-URL bij en eventueel de Amazon-URL, de AliExpress-URL en de AliExpress-orders. Nou, je ziet dat ik deze heb gecijferd van meeste orders naar minste orders. Deze heeft helft, bijna 12.000 en deze heeft 167. En dit eerste product zou je dan gaan testen. En zo werk je eigenlijk die 20-20-lijst door. Dus hierin heb je 20 producten staan. En met deze strategie die ik je vandaag heb geleerd, als je dat zo toepast, zou je binnen 20 producten een winstgevend product kunnen hebben die ook langere termijn kan gaan draaien. Dus vermijd seizoensgebonden producten en het liefst evergreen producten, dat je hier echt een merk omheen kan bouwen voor de langere termijn. Aantal dingen die je hierin nog zet, zijn de bolprijs. Ja, de 20-20-regel zijn dus deze 20 producten die ik heb. En als je deze criteria volgt die ik je vandaag heb uitgelegd, zou ervoor moeten zorgen dat je in principe niet meer dan 20 producten hoeft te testen voor je Shopify dropshipping store. En je hoort heel veel andere goeroes zeggen van je moet meer testen, maar aan elke test die je doet, ja, zit een bepaalde ad spend. Of je nou via Facebook of TikTok adverteert, komen anders geen bezoekers op je site. Dus het is de kunst om product research zo goed mogelijk te begrijpen en toe te passen, zodat je geen geld gaat weggooien en maar aan het gokken bent en hopen dat het een keer werkt. Dan kan je beter een lot uit de loterij kopen, in mijn mening. Oké. Ja, even puur om te weten hoe goed deze strategie werkt. Ik heb zelf al 7 figures plus gedraaid en ik ben van mening dat je altijd kan leren. Daarom weten. Ja, zeker weten. Ja, met deze strategie kan je een ton plus per maand draaien. Dat zijn ook getallen die ik momenteel zelf doe. En dat is met één product uiteindelijk. Kan richting 2 ton uiteindelijk oplopen. Zeker in Nederland en België. Dus ja, zeker interessant voor jou om nog hier eventueel naar te kijken. Zelfs al ben je gevorderd en draai dus meer sales, want product research is ja, zeker super belangrijk voor je Shopify dropshipping store. Nou, een aantal laatste dingen waar je dus nog naar kijkt, is je bolprijs, waarin je ongeveer kan vergelijken, maar daar hou je niet per se rekening mee. Je AliExpress inclusief shipping. Hoe goed die het doet en op YouTube en de EE-index. En dat was eigenlijk de volledige strategie. En ik wilde even nog iets anders korts met je doornemen voordat ik deze call ga afsluiten, voordat ik deze presentatie met je ga delen. En dit Excel-bestand is dat ik eigenlijk de afgelopen 2,5 jaar 1-op-1 coaching heb gedaan met 155 bedrijven. Nou, meerdere bedrijven naar 10k per maand, 100k per maand, etc. gebracht. Zowel voor bolverkopers als Shopify-verkopers. Maar mijn expertise is voornamelijk Shopify, waar we het over hebben gehad. Shopify dropshipping en Facebook ads, ook Google ads. En eigenlijk hoe je van een general store naar een niche store kan gaan en dat richting een brand. Dat is wat ik de afgelopen 4 jaar heb gedaan en wat andere bedrijven bij mij ook hebben gedaan. En daar ja, zeer positief over zijn in de resultaten. En
Ja, ik ben eigenlijk nog op zoek naar 5 personen eventueel om nog te mentoren dit jaar, in 2023 in dat geval. En voor degene onder jullie die mij kennen, mijn agenda is eigenlijk altijd vol, dus ik neem zelden privéklanten aan. Ik heb momenteel 32 1-op-1 studenten en ja, veel meer dan dat ga ik het eigenlijk niet redden. Dus als je niet zeker weet waar je moet beginnen of als je een e-commerce store hebt, maar je winst wil verhogen, dan is dit echt iets voor jou. Als je serieus 6 of zelfs 7 figures wil verdienen van je laptop in de komende 100 of 180 dagen en persoonlijke aandacht wilt van mij, die het al zo vaak eerder heeft gedaan, dan is dit het persoonlijke mentorship-programma dat echt je leven gaat veranderen. Ten opzichte van bullshit coaches die alleen maar laten zien waar ze wonen in Nederland. Oké. Ah, de meeste mensen en fake gurus beweren dat succes ook jarenlang duurt. En dat is eigenlijk niet zo. Toen ik eigenlijk mijn grote doorbraak heb gemaakt in e-com, heb ik 6 maanden fully dedicated gewerkt. En daarom is mijn coachingprogramma ook 6 maanden. Nou, ik zal je even kort uitleggen waar we het over gaan hebben. Ik laat je mijn complete stap-voor-stap blueprint zien voor het bouwen van een 7-figure e-commerce laptop business. Die is alles omvat van product research, Facebook advertenties, targeting, vinden en schalen van winnende advertentiesets, voornamelijk via Facebook. Ik deel ook mijn recente bewezen inzichten over Facebook ads, schalen, targeting, product research van mijn eigen stores en andere stores, advertentieoptimalisatie, winkelverkeerkennis, upsellstrategie, e-mailcampagnes en nog zoveel meer die je kunnen helpen die 6 of zelfs 7 figures te bereiken. Ja, die je zo graag wilt in 2024. Even kort waar we het nog meer over gaan hebben. En tijdens deze persoonlijke begeleiding zal ik ook de winnende producten en markten onthullen voor wat momenteel werkt voor mij, voor mijn andere klanten, maar ook voor andere dropshippers. En zoveel mensen verspillen eigenlijk duizenden euro's aan het testen van verschillende producten. En ik zal je zowel tijd als geld besparen door je systeem te leren, waar ik het net over heb gehad, waarmee je dus maximaal die 20 producten test. Nou, als iets hiervan je onbekend in de oren klinkt, is dat volkomen normaal. Test je met CBO? Ik test eigenlijk normaal gesproken alleen maar ABO, 10 adsets. En ik doe wel bewust targeting. En de targeting die ik doe is gericht op het liefst 5 miljoen grote tot 7 miljoen op Facebook in ieder geval. Op TikTok hou ik het helemaal breed als ik op TikTok adverteer. En op Google werkt het net van anders. Ik kies persoonlijk altijd voor ABO. Dat is ook een persoonlijke mening. Er zit niet heel veel verschil. Als je product goed is, dan draai je er sowieso wel goed mee. Oké. En eigenlijk het hele proces ga ik voor je vereenvoudigen. Alles in je onderbewustzijn downloaden. En ervoor zorgen dat je hier daadwerkelijk geld mee gaat verdienen. Zowel op de korte termijn als op de lange termijn. En echt winst in plaats van omzet. Omzet zet uiteindelijk niks. Nou, hoe kan je uiteindelijk ASAP geld gaan verdienen met e-com? Of het nou je Bol Store is of je Shopify Store. Ik zal even kort mijn verhaal gaan vertellen. In 2020 slaagde ik voor mijn diploma. Ik was al een jaar bezig met dropshipping in dat geval, maar het ging bij mij heel consistent. Voor mijn universiteit in dat geval. En ik haatte eigenlijk het idee dat ik al bij 9 tot 5 werkte en de rest van mijn leven bij 9 tot 5 moest gaan werken. Want mijn doelen eigenlijk waren, ik wilde meer geld verdienen, maar nog belangrijker, locatie onafhankelijk werken en mijn eigen tijd bepalen. Dus ik begon uiteindelijk met mijn eigen online business, ook via Joshua Kaats en andere mentoren als Justin Wall, Jordan Welch. Omdat voor mij dat de manier was om los te breken van uiteindelijk een 9 tot 5 en meer geld te verdienen. Nou, mijn business faalde eigenlijk een keer of drie. Ik testte producten en ik testte producten en niks werkte. Ik investeerde 5000 euro in e-com en coaches en advertenties en was alleen maar verliesgevend. En ik stopte ook met mijn universiteit 1 dag voordat het nieuwe jaar begon. En nam, in ieder geval om weer een bachelor te gaan doen. En dan weer een 9 tot 5 voor 6 maanden lang om één laatste kans te nemen voor e-com. Ik investeerde weer 5000 euro in de mentorship. En gaf het 6 maanden alles voor één laatste keer. En daarna lukte het. Maar ik faalde eerst omdat ik dus nul skills had in business waar ik het net met je over heb gehad. Totdat ik dus voor de laatste keer begon bij te werken. Hier in de buurt trouwens ook. Ze hadden een Bol Store en toen ik daar begon draaide ze iets van 30, 20, 30k per maand omzet. Toen ik daar wegging draaide ze 100 tot 200k per maand omzet. Wel richting Q4, dus dat was voor hen sowieso een betere tijd. En ik werd eigenlijk zo goed in verkopen op Bol dat we in die 6 maanden 6 ton hadden verdiend. Dus dat was eigenlijk een flinke increase. En na die 6 maanden had ik dus een gesprek met mijn baas. En tot mijn verbazing kreeg ik geen loonsverhoging, terwijl ik de enige was die verantwoordelijk was voor deze stijging in zijn omzet. En dat hij dus ja, in zijn gloednieuwe Mercedes kon gaan rijden. Gelukkig had ik na die 6 maanden dat mijn eigen dropship business goed genoeg liep. En daarna ben ik ook nog een Bol business gestart. En daarnaast ben ik dus bezig en verder gegaan met dropshipping en verkopen op Bol. En verdiende ik dus een fulltime salaris binnen 6 maanden. Dat is eigenlijk wat ik de afgelopen 4 jaar deed, maar ik liep eigenlijk tegen heel veel problemen aan. Ik belandde eigenlijk bijna in een burn-out, want ik werkte 40 uur per week voor een baas en ook nog 40 uur per week voor mijn eigen business. Ging 7 dagen solo naar Gran Canaria in 2021, dacht ik, omdat ik gewoon zo klaar was met
ja, het hele systeem en het hele werken voor een baas. Het was heel chaotisch en ik had wel heel veel geld dat ik verdiende, maar niet de vrijheid waar ik naar zocht. En voor elke dag dat ik dus naar kantoor moest, haatte ik letterlijk mijn leven en zat ik vloekend en tierend om mijn scooter in de regen naar werk. En veel producten die ik eerst testte, sloegen toen niet aan toen ik net begon en waren eigenlijk alleen maar verliesgevend. Maar toen ik dus investeerde in die mentor, in mijn geval Justin Wall, Amerikaanse e-commerce mentor, kan je ook een keertje opzoeken. Hele slimme, slimme gozer. Ik leerde van deze fouten en uiteindelijk lukte het mij wel. En daarin ga ik je dus een aantal lessen geven om 10 tot 100k per maand te gaan verdienen als beginner. Elk jaar worden er meer sales in e-commerce gemaakt. Elk jaar wordt het wel een stukje moeilijker. En ja, mijn advies als je wil stoppen met je baan of in ieder geval meer geld wil verdienen, is e-commerce zeker nog een hele grote kans. Het is de makkelijkste skill om te leren in mijn mening. En specialiseer je dus in één skill. Of het dus bijvoorbeeld e-commerce is of bol.com verkopen, dat maakt in principe in dat geval niet uit. Maar ga gewoon voor één skill en doe dat een lange termijn. Ik zie zoveel mensen die een maand iets proberen of forex of crypto en dan weer switchen. En dat is gewoon echt zonde van je tijd om. Ja, het gras is altijd groener aan de overkant, maar kies gewoon één ding en ga daarvoor. En in mijn optiek is e-commerce de beste kans omdat ik dat zelf doe en veel andere mensen dat hebben gedaan. Nou, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie tijd op de zondagmorgen in de regen in Nederland. Mochten jullie interesse hebben in mijn coachingprogramma, ik stop als het goed is binnen nu en 1, 2 weken met 1-op-1 coaching volledig. Dus als je daar interesse in hebt, stuur me een berichtje op Facebook Messenger of loop je tegen andere dingen aan. Dan ja, kijk ernaar uit. En als je gewoon ergens anders over wil praten, sta ik er altijd voor bereid. Dan wens ik jullie allemaal nog een heel fijn weekend. Tot de volgende.